In volledig besef dat wij met z'n allen deze periode met verschillende uitdagingen moeten doorstaan, zijn wij op 22 september jongstleden ertoe overgegaan de tarieven voor enkele producten en diensten aan te passen. Zo staat in een persbericht van Telesuur. De prijsaanpassing van wisselkoers voor de US dollar door de Centrale Bank van Suriname. Delen van producten en diensten aanbod, zoals abonnementen, waren nog niet meegenomen in de prijsaanpassing. Telesuur heeft voorheen een koers van 7 voor 1 US dollar gehanteerd, ondanks de verschillende koersschommelingen op de markt. Nu de Centrale Bank de wisselkoers heeft vastgesteld op 14,29 voor 1 US dollar, is het voor ons bedrijfseconomisch niet langer verantwoord om de koers van 7 voor 1 Amerikaanse dollar te hanteren, stelt het bedrijf. Hoewel Telesuur genoodzaakt is haar prijzen bij te stellen, zal hij de gemeenschap tegemoet komen met een korting op de nieuwe tarieven. Het bedrijf zegt dit te doen uit solidariteit naar de gemeenschap toe, omdat het een ieder de mogelijkheid wil bieden de kansen van de digitale toekomst te benutten. Aldus het telecommunicatiebedrijf Suriname in een persbericht.